Vinicius. Oh, mooie knal, geweldige goal. Stones kop, daar is Haaland. Wordt Mbappé eerst de kans uit de goal. De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, week 3 van de actie in de achtste finales van de UEFA Champions League. Dat betekent dat we aan de terugwedstrijden gaan beginnen van die achtste finales. En we gaan de actualiteit van de week, dus de 4 eerste terugwedstrijden, bespreken met 2 gasten hier in de studio. Dat zijn Gilles Beyebeya en Wesley Sonck. Dag allebei. Goedemiddag. Gilles, normaal nodigen we jou vooral uit als Milan speelt. Ja. Ze zitten niet in de achtste finale. Is dat al verteerd? Nee, helemaal nog niet. Nee? Ik vind elk seizoen dat we niet meedoen voor de laatste 8 in de Champions League is voor Milan gefaald. Het was natuurlijk wel een heel zware groep, hè? Ja, het was een zware groep, maar uiteindelijk, ik vind, als je naar de kernen kijkt, hadden ze het wel mogen overleven. Ja, Wesley, vorig seizoen heeft Milan het heel goed gedaan, maar deze poelen, ja, zoals gezegd, concurrentie was enorm. Ja, ja, ik zag hem toekomen. Ik dacht, oei, heb ik mij slecht voorbereid? Waar is Milan? Want ja, ik vereenzelfde mij met Milan. En hij zegt ook altijd wij. Ja, vind ik eigenlijk heel leuk. Waar, ja, ja. Tegen mijn vrienden zeg ik dat ook altijd. Die supporters zijn van X of Y, club X of Y. Wij. Ja, ik zeg, ja, maar we weten best dat jij daar anders naar kijkt. Gilles, je bent een diehard, dat weten we ook. Maar je hebt vrijdag niet gekeken, denk ik, naar de wedstrijd. Of wel? Uitgesteld moeten kijken. Ja, ik heb jou zien zitten... In het Kuipje, Westerlo, Charleroi, klopt dat? Ja, ik was Daman supporter die daar bij Charleroi speelde. Dus ik was een beetje, misschien niet zo welkom voor de thuisfans, maar ik was Daan inderdaad op Westerlo, Charleroi. Ja. Je hebt uitgesteld gekeken, ze hebben gewonnen. Het was nog wel een chaotische wedstrijd, maar ze zijn redelijk goed bezig. Hè? Champions League afdwingen gaat lukken toch? Hè? Voor op dit moment denk ik dat ze zelfs zo dicht zitten bij Juventus, dat zelfs een tweede plek nog mogelijk moet zijn. Dus hopelijk zit ik er volgend jaar terug mee in de knock-outfase. Kampioen worden... Dat gaat lastig worden. Hè? Inter steekt er echt wel bovenuit. Ja, ik vrees dat ze zelfs in een derby waarschijnlijk de titel gaan winnen. Dus, wanneer is dat? Dat is begin april, als ik me niet vergis. Een datum ga ik dat je nog moeten geven. Dat ze ermee bezig zijn, ze, Gilles. Echt dus dat is een derby die je niet in het stadion gaat bekijken? Of nee. Ik ga niet meer naar Milaan dit seizoen. Is thuis of uit dan? Het is thuis, dat is het pijnlijke. Ja, dus dan zal het een leeg stadion zijn. Hè, voor. Misschien vol Inter-supporters. Wesley, als je de topcompetities bekijkt in Italië, ligt het al redelijk vast. In Duitsland, Leverkusen, goed op weg. Real Madrid, goed op weg. PSG, goed op weg. Het is vooral in Engeland dat het spannend is. Dat is me vanmorgen opgevallen als je die standen bekijkt. Ja, dat is de enige competitie waar ik ook gezien heb dat het inderdaad nog spannend is. Maar we weten toch uiteindelijk wie er gaat kampioen worden, niet? Ja? Man City. Tuurlijk. Oké, gaan we het straks nog over hebben, over Man City. Real Madrid en PSG, die staan er goed voor in hun competitie, maar komen deze week ook in actie natuurlijk op het kampioenenbal. We gaan de uitslagen van de heenwedstrijden er nog een keer bij nemen. Kopenhagen tegen City werd 1-3, Leipzig-Real 0-1, PSG-Sociedad 2-0, Lazio-Bayern 1-0. PSV-Dortmund was een gelijkspel, ook een kleine zege voor Inter tegen Atletico 1-0. Porto-Arsenal ook 1-0 en Napoli-Barcelona 1-1 was geen geweldige wedstrijd, die laatste. En eigenlijk, Wesley, als je die 8 wedstrijden bekijkt, weinig gescoord. 14 doelpunten maar in 8 matchen. Ja, zeer weinig. Als je dan nog eens in de studio zit, zoals wij het geval waren de laatste keer, dan hoop je toch ergens een beetje op spektakel. Maar goed, de laatste wedstrijd die je vernoemde daar was Napoli-Barcelona. Dat was geen geweldige wedstrijd. Porto-Arsenal was ook niet zo goed. Ik weet niet, Gilles, of jij veel wedstrijden hebt gezien van de achtste finale, maar het algemene niveau was een beetje teleurstellend, vonden wij. Hè? We zijn veel gewonnen natuurlijk, we zijn verwend geweest. Ja, ik heb misschien een beetje de indruk gehad, omdat het zo die heenwedstrijd is, dat iedereen zo nog een beetje de kat uit de boom kijkt. Ik denk dat, zoals je net zei, enkel PSG en Manchester City wonnen met 2 doelpunten verschil. Ik denk dat iedereen nog eens een beetje is aan het aftasten van waar gaat de tegenstander gaten laten liggen. En heel grote scores, denk ik, dat we meer in de groepsfase zien dan zeker in de heenwedstrijd in de knock-outfase. Heeft de away goal rule iets veranderd op dat vlak? Soms mis ik die wel. Nee, ik vind dat eigenlijk goed. Als je dan scoort op verplaatsing, dat eigenlijk niet dubbel telt. Maar ik zie Real ook wel die eerste 3 ploegen. Dus met City, PSG en Real. Ik denk dat de klus daar al geklaard is. Andere wedstrijden blijven open. En ik vind dat die aanpassing van die regel eigenlijk wel goed is. Ja.
Wij waren samen op een fantastische dag natuurlijk, Valentijn in Rome. Romantisch, maar ook Bayern Lazio meegepikt, toch wel. Het was een zwak Bayern, hè? Ja, het was heel zwak. Je denkt altijd, nu gaan ze zich herpakken. Nu gaat het gebeuren, want na puntenverlies in de competitie is het, staat het daar op stelden al. Altijd, als je daar punten verliest, dan denk je, Lazio, dat stelt niks voor. Dan gaan ze toch. En dan verliezen ze met heel slecht voetbal. Met onze vriend Tuchel, die langs de kant negatief was. Heel negatief. Ja. Ciro Immobile maakte de winning goal. Intussen is er veel gebeurd, dus als jullie het mij toelaten, halen we er voor één keer een extra gast bij. Die hangt, als het goed gaat, aan de lijn via videocall. Dat is Bundesliga-expert Luc van Doorslaar. Dag Luc. Dag Nico, hallo. Ja Luc, er is veel gebeurd. Laten we beginnen met de beslissing van vorige week om niet door te gaan met Tuchel na dit seizoen. Hij doet nu nog wel voor tot het einde van dit seizoen. Hij vertrekt in de zomer. Hoe analyseer jij die beslissing? Ja, die was niet onbegrijpelijk natuurlijk. Hè. Het ging uiteraard niet goed. Dat was heel duidelijk met Bayern. En dan is de vraag, moet je meteen iemand op non-actief plaatsen? Of haal je dan ook een vervanger in huis? En de vraag is, wie wil er op een moment dat er waarschijnlijk nog weinig prijzen te winnen zijn, wie wil het dan nog overnemen? Dat is dan een soort tussenpauze en die hebben ze niet meteen gevonden. Ik denk dat ze al wel verschillende mogelijke oplossingen hebben voor volgend seizoen, dat wel. Maar een tussenpauze, dat niet. Nu, intussen was het niet helemaal verloren, hè? Niet in de competitie, niet in de Champions League. En dat heeft wel meegespeeld in de tijd dat Tuchel voorlopig mocht blijven zitten. Nu, sindsdien is er nog wel wat veranderd, hè? Want intussen is de kloof met Leverkusen nu opgelopen van 8 naar 10 punten. En hoe langer, hoe meer hoor je toch ook commentatoren en volgers van Bayern zeggen, als het nu ook in de Champions League fout zou lopen, dan zou het wel kunnen dat hij toch nog moet vertrekken, want dan is het niet meer te houden in de verhouding met de spelers zelf. Ja, je hebt commentaar gegeven vrijdag voor de collega's van Eleven de Zone op de wedstrijd op bezoek bij Freiburg, 2-2. Wat is jou bij die wedstrijd opgevallen of wat is je daarvan bijgebleven? Dat is een beetje wat Wes daarnet zei. Elke keer denk je van, ze gaan zich nu herpakken. En dat wordt ook min of meer aangekondigd in het discours van Tuchel. Goed getraind enzovoort. En toch lukt het niet. Hè. Er loopt altijd wel een en ander fout. Ze creëren wel een aantal mogelijkheden. Die missen ze dan vaak. Maar in dit geval was het begin zelfs heel slecht. Het eerste half uur was Freiburg gewoon de betere ploeg, kun je dat voorstellen, tegen dat verzamelde talent van Bayern. Nadien was het wat beter, was het gelijk opgaand, zou ik zeggen. Dus al bij al was die 2-2 grotendeels te verantwoorden en was het een goede weergave van het spelbeeld. En dat mag natuurlijk niet voor Bayern. Als je dan kijkt en als je dan hoort hoe Tuchel nadien reageert, we kennen Tuchel intussen. Het is niet iemand die bijzonder zelfkritisch is. Hij gaat niet in op eigen fouten. Hij geeft gewoon, zonder namen te noemen, weer wat de spelers allemaal fout gedaan hebben, wat ze niet opgevolgd hebben enzovoort. Dus je merkt dat daar absoluut geen vertrouwen meer is tussen verschillende spelers. Ik zal niet zeggen de hele spelersgroep, maar verschillende spelers en Tuchel. En misschien het meest opvallende is natuurlijk Joshua Kimmich. Die heeft hij weer op de rechtsachter geplaatst, duidelijk tegen zijn zin. En Kimmich speelt een beetje als een alibi-voetballer. Hè? Zo van, ik loop nog wel, of ik doe alsof ik loop, maar eigenlijk laat ik ook duidelijk blijken dat ik het er niet mee eens ben. Ja, zijn het vooral inderdaad Kimmich, Goretzka en Müller waar het niet meer mee klikt? Dat zijn de namen die je vaak leest? Ja, wel, Goretzka heeft intussen zijn plaats teruggekregen en die werkt wel, maar dat is nu ook niet de wereldvoetballer. Die kan heel nuttig zijn in een ploeg die goed draait. En ik herinner me dat ik een paar jaar geleden nog zei, Kimmich, Goretzka, dat is misschien het beste verdedigende middenveld dat er bestaat, de manier waarop die harmonieerde, de manier waarop die de anderen lieten renderen, dat is absoluut niet meer het geval. En Tuchel is dan degene die al lang zegt, ik heb een holding six nodig, dat is Kimmich allerminst natuurlijk. Vandaar dat hij nu Pavlovic daar plaat. Maar je merkt ook, Müller, dat valt nog wel mee, denk ik. Die speelt ook opnieuw. Je merkt ook aan de lichaamstaal dat hij nog wel probeert, niet zozeer omwille van Tuchel, maar omwille van Bayern, die ploeg er weer bovenop te krijgen. Maar bij Kimmich is dat helemaal niet het geval. Dus ik denk dat het wel een beetje gefragmenteerd is, dat je niet iedereen op dezelfde manier kunt beoordelen. Ja. Als we even wat langer teruggaan in de geschiedenis, in de tijd, Luc. Het is natuurlijk de voorbije jaren
de hele tijd instabiel geweest. Hè? Nagelsmann heeft de tij niet kunnen doen keren. Was nogthans met veel bombarie ingehaald. Dan heb je Kaan, Salihamidžić die vertrokken zijn. Nu is Max Eberl begonnen. Is FC Hollywood terug, is dan de vraag. Waarom die instabiliteit op langere termijn? Ja, het is iets waar vaak naar verwezen wordt. Hè. FC Hollywood, de voorbije jaren leek dat wat minder. Want je hebt natuurlijk, als je nog wat verder teruggaat, je hebt een geweldige periode onder Heynckes, onder Guardiola, onder Flick ook gehad. Ancelotti en Kovac, dat was wat minder een succes. Oké, dan speelden ze nog altijd kampioen. Maar dat was eigenlijk het minimum zo voor Bayern. Met Nagelsmann leek het op een gegeven moment ja, wel goed te gaan. Want bij momenten was dat wel spectaculair. Maar hij bracht daar geen stabiliteit in of kon daar geen stabiliteit in brengen. En dan werd er gedacht, ja, Tuchel, dan wordt dat de 5% die we nog nodig hebben om opnieuw absolute Europese top te zijn, die gaat Tuchel erbij brengen. En dat is wel helemaal fout gelopen, moet ik toegeven. Ik dacht ook, Tuchel, gebaseerd op wat hij ja, nog steeds bij Dortmund, bij momenten, bij Chelsea heeft getoond of bij PSG, dat Tuchel dat had kunnen brengen. En dat is helemaal fout gelopen. Dus nu zit het wel op een lager niveau. Je hebt een ploeg die een beetje in transitie is, zou je kunnen zeggen. En je hebt inderdaad een leider nodig op het veld en naast het veld die daar verandering in kan brengen. Er zijn ook wel wat verzachtende omstandigheden. Hè? Het feit dat iemand als Gnabry en Coman een hele tijd oud zijn, dat zorgt wel voor minder flitsend voetbal natuurlijk. Dus dat brengt ook het probleem op het veld wel duidelijk zichtbaar. Wat is er nodig voor jou om die transitie te doen slagen? Welke spelers, welke trainer, welke namen worden er genoemd? Wat is de oplossing? Wel, de eerste naam die genoemd wordt, maar niet alleen bij hen, bij Liverpool ook, zoals je weet, dat is natuurlijk Xabi Alonso, omdat hij zoveel indruk maakt met zijn Leverkusen. Wel, sommige volgers ook wel zeggen, laten we dat niet overdrijven. Want er zijn ook tekortkomingen bij Leverkusen te merken. Maar daar willen ze zeker voor gaan. Ik weet dat Alonso in zijn contract heeft staan dat hij weg mag naar ploegen waar hij vroeger zelf gevoetbald heeft. Dat wil zeggen Real, Liverpool en Bayern. Het zal waarschijnlijk wel Bayern of Liverpool worden. Ook al denken ze bij Leverkusen dat die misschien nog wat langer kan blijven. Maar dat lijkt me onrealistisch, omdat ze nog heel waarschijnlijk kampioen gaan spelen. Dus dat is iemand waar ze zeker naar kijken. Een speler die daarmee omhangt en die ze ook al zo graag zou binnenhalen, is natuurlijk Florian Wirtz. Omdat hij samen met Musiala een beetje de hoofd van het Duitse voetbal is. En ook wel zou passen in dat voetbal van Bayern, kan ik me voorstellen. Dus dat zijn namen naast vele anderen die heel centraal staan in ja, alle mogelijke hypothesen en alle mogelijke geruchten. Ja, Lazio uitschakelen, Luc. Gaan ze dat nog wel doen, toch, morgen? Ja, wel, ja. Ook hier zou ik op antwoorden, dat zou toch moeten. En als je in eigen huis kunt voetballen tegen maar Lazio, met alle respect, het is een ploeg waar ze een paar jaar geleden in de Champions League nog 2 jaar zonder problemen gewonnen, of 3 keer zonder problemen gewonnen. Of dat dit keer ook gaat lukken, weet ik niet. Want je ziet die existentiële voetbaltwijfel bij Martendel. Het is soms een beetje radeloos, heel veel de bal lateraal spelen en een beetje de verantwoordelijkheid afschuiven naar elkaar. En ja, dat moet wel veranderen vooraleer ze Lazio gaan kunnen uitschakelen. Denk aan Villarreal 2 jaar geleden. Dat leek ook een makkie, maar dat was het uiteindelijk niet. De hoop rust een beetje op de jongeren meer dan de spelers die centraal stonden bij het begin. Het is geen toeval dat ook tegen Freiburg 2 jonge spelers met een individuele actie voor de goals gezorgd hebben. Musiala en Tel. Dus ik denk dat daar wel de sleutels zou kunnen liggen. Alright, goed. Luc, we gaan er naartoe, Wesley en ik. Dus we zijn heel benieuwd hoe het morgen gaat aflopen. Ik dank je voor je analyse. Live vanuit Estland. Merci. Graag gedaan. Tot ziens. En veel plezier met wedstrijden komend weekend. Want wellicht heb je er weer een paar voor de boeg, of niet? Volgend weekend ben ik in Estland, maar de week nadien. Oké, okay, goed. Merci voor je wijsheid, voor je analyse. Dank je wel, Luc. Bedankt, dag. Ja, ik koppel even door terug naar jullie, Gilles en Wes. Gilles, Lazio, wat denk jij ervan? Je hebt ze dus tegen Milan zien spelen. Het was een heel chaotische wedstrijd met nog 3 rode kaarten voor de Romeinen. Maar voetballend gezien stelt het toch allemaal niet zoveel voor. Nee, ik denk ook, als je kijkt naar de rangschikking in de Serie A, ze staan momenteel 9e. Het ziet er ook niet naar uit dat zij ineens gaan meedoen voor een top 4. Alhoewel dat ik wel moet zeggen dat Guendouzi tegen Bayern een heel goede wedstrijd vond spelen. Maar ik denk dat er voetballend te weinig in zit om
twee keer te gaan scoren in Bayern. Ik denk dat het ook nog iets anders is op verplaatsing. Ik denk wanneer dat, ja, jongens, als Thijs Stijl, ik ben er echt fan van. Als die er echt zin in hebben, dan denk ik dat dat wel eens een pandoring kan zijn. En die hebben ook wel hun statement nodig, zoals we net horen. Dus het zou wel eens kunnen dat dat een pandoring wordt. Het waren twee fantastische doelpunten, moet ik zeggen, inderdaad, van die jonge gasten Tel en Musiala. Vooral die laatste was fenomenaal. Nico Lené, onze collega, ook co-host van deze show, die is vorige week op bezoek geweest bij Torsten Fink, de trainer van STVV, maar uiteraard ook een verleden als speler bij Bayern München. En die heeft een opmerkelijke visie over die wedstrijd tegen Lazio. We gaan eens luisteren. Beim FC Bayern im Moment bin ich mir nicht sicher, ob sie Rom schlagen, aber ich glaube es. Ich glaube es, weil ich glaube immer noch in so großen Spielen können sie das nochmal schaffen. Also je nachdem, wie sie jetzt auch zusammenhalten in den schwierigen Zeiten, weil die Spieler sind dafür da, um Leistung zu bringen, wenn es schlecht läuft und nicht, wenn es gut läuft. Denn wenn es gut läuft, kann jeder gut spielen, aber wenn es schlecht läuft, dann müssen sie gut sein. Und das ist die Frage jetzt, ob der FC Bayern das dann jetzt kann. Ja, volledige reportage morgen te zien in onze tv-uitzending. Maar even vertalen, Wes. Je hebt in Duitsland gespeeld. Wat zegt hij? Hij gelooft er nog altijd in, natuurlijk. En hij zegt ook, moment, zulke wedstrijden zullen de grote spelers opstaan en dan kunnen ze wel iets meer. En het is ook zo, het feit, als het slecht gaat, dan moeten die grote spelers laten zien hoe goed dat ze zijn. Want hij zegt ook van, ja, als je goed speelt, en dat klopt ook wel, dan speelt iedereen ook wel goed in je elftal. Ja, dan is het makkelijk, zei hij. Ja, nu is het moment om te tonen waarom ze voor Bayern spelen. Ik zal het zeggen, dan hebben we weer al een snippet, zoals ik het noem. Hè. Makkelijk morgen Bayern München. Heel makkelijk. Dus dat zeggen jullie allebei? Maar Nicola, wij waren daar aanwezig. Hoe slecht was Bayern? Ja. Maar hoe slecht was Lazio ook? Ze hebben gewonnen door nog altijd een penaltygeval met Ciro Immobile, waar ik nog nooit een herhaling van gezien heb. Want hij trapte volgens mij vier verdedigers aan. Ja, maar de overtreding werd wel gemaakt door Upamecano. Ja, dat is wel correct. Isaacsen, dat is ook zo. Ja. Maar buiten dat, bijna toch niks gevaarlijk. Ik kan me niet inbeelden als je morgen voor, wat is het, 70.000 man tegen Lazio speelt. Nee, dat kan niet. Ja. Maar het grote probleem van Bayern, twee zaken. Geen snelheid vooraan. Kane, geen snelheid genoeg. Ja. In de wedstrijd speelde Müller op rechts. Geen snelheid. Coman, Gnabry ontbraken. Oké, Sané, maar die heb ik het gevoel van als hij goesting heeft. Maar dat is het grote probleem bij Bayern München. Gewoon geest. En achteraan, als je op de middenlijn speelt met die Charles, ik heb het al gezegd, dan ga je geen Champions League winnen. Als je zo verdedigt, dat kan niet. Ja. Maar toch gaan ze door. Ik heb het genoteerd. We moeten naar de volgende matchen, jongens. Dus Bayern gaat geen problemen ondervinden met Lazio. We gaan door met een andere club waar het ook rommelt. Dat is Paris Saint-Germain. Zij hebben de heenwedstrijd gewonnen. 2-0 tegen Sociedad natuurlijk uit San Sebastian. Daar spelen ze deze week. Het waren twee goals in de tweede helft. Mbappé en Barcola. Je zou denken, alles onder controle. Maar dan was er de wedstrijd tegen Monaco. Ja. Hebben jullie gezien wat er gebeurd is? Maar het is PSG natuurlijk, Nicola. De koning moest naar de tribune. Hè? Ja, Mbappé gewisseld bij de rust. En hij ging dan ook niet op de bank zitten, maar in de tribune. Wat vinden we ervan? Maar ik denk dat dat... Ik weet het natuurlijk niet, hè, maar dat is altijd een groot probleem. Dat is een groot probleem als zo'n grote speler dat soort zaken doet en niet het voorbeeld geeft. Ik heb ooit met zo'n speler gespeeld en die zei ook, ja, als je die nog opstelt, dan speel ik niet meer. Zlatan? Ja. En wie mocht er niet meer opgesteld worden? Van der Vaart. Dus dat is nooit het goede voorbeeld, vind ik. Je moet je ongeacht proberen toch op een bepaalde manier fatsoenlijk te gedragen. Maar om in de tribune te gaan zitten, lijkt me niet de juiste houding. Maar ja, goed, ik denk dat iedereen wel weet, hè, Gilles, ook waar hij naartoe gaat. Hè. Hij blijft niet. Het is, sindsdien stond vanmorgen in L'Équipe dat hij ook minder speelt. Hij zat zelfs een keer op de bank tegen Nantes. Hij heeft ook wel een trap gekregen. Maar vervangen al een paar keer, nu bij de rust. Luis Enrique, die had daar een verklaring voor. Misschien moeten we er eerst naar luisteren, naar het korte quoteje van Luis Enrique, de Spaanse coach, vooraleer we verder de discussie opentrekken. Tarde o temprano nos vamos a tener que acostumbrar a jugar sin Kylian. Y como entrenador, mi objetivo es siempre buscar lo mejor para el equipo. Lo que yo considero mejor para el equipo. Ja, dit moeten we zeker vertalen, want het ging wel snel. Vroeg of laat moeten we verder zonder Kylian Mbappé. Dit is 100%, dat zei hij niet, maar dat hoort hij hier niet, maar zei hij wel. 100% de beslissing van mij, van de trainer. En ik doe wat ik denk dat het beste is voor de ploeg. Maar dat is niet waar. Dat is niet.
Het beste voor de ploeg is die gast in die ploeg laten staan, want hij is gewoon de belangrijkste speler. Ja. Wat ik niet kan begrijpen, zolang dat het er is, gebruik hem. Ja. Maar iemand die het verschil maakt, Nicola. Dan lees je tussen de lijnen, Gilles. Ja, hij zou sinds de beslissing, de bekendmaking van zijn vertrek, net iets minder gefocust zijn, iets minder goed presteren. Is dit volgens jou een statement van Luis Enrique? Ik ben de baas en als je hier nog wil spelen de komende maanden, dan moet je beter doen? Moet je het anders aanpakken? Ik denk wel dat dat zijn statement is, maar ik denk niet dat hij kan winnen van Mbappé op dit moment. Ik denk dat, zoals Wesley net zegt, als er iemand is waarmee je de Champions League kunt winnen, is het wel die speler. En ik denk dat PSG, je zegt het net, het rommelt daar, maar het rommelt daar altijd. En het rommelt daar altijd door dezelfde figuren. Dus ik denk, op lange termijn zullen zij waarschijnlijk beter af zijn zonder hem, maar ze gaan de Champions League niet winnen zonder hem. Ik heb het gevoel, het is hoog tijd dat hij vertrekt. Mbappé. Ik had dat al langer gedaan. Met PSG de Champions League winnen was sowieso al moeilijk de laatste jaren. We hebben dat heel vaak aangetoond. Als die drie grote samenspelen, dat de zeven mensen veldspelers verdedigen, die drie anderen niet. Ze deden wel alsof, maar uiteindelijk ging dat niet. Ja. En in het moderne voetbal kan dat niet meer. Zijn er twee van weg? Ja, twee. En dan denk je, nu gaat het gebeuren. Want Enrique, ik heb hier even wat dingen bijgehaald. Ook, blijkbaar heeft hij in de herfst gezegd dat ze in februari top zouden zijn. Hè? Al ook het feit, hij wist toen nog niet dat Mbappé zou vertrekken. Ik heb ook gehoord dat zijn communicatie onaanvolgbaar is. Dat klopt ook. Van Enrique is niet altijd de gemakkelijkste. Maar bon, ik zou toch met Mbappé... En ik denk ook dat dat gebeurt. Hè, want je krijgt alleen maar wat er in de pers verschijnt, krijg je mee. Maar ik denk dat die elkaar ook nodig hebben. Dat ze gewoon zeggen, kijk, we willen dat hier nog winnen. Kampioen gaan ze sowieso worden. Doe je best tot op het einde van het jaar. Maar natuurlijk, wat voor signaal geef je dan als trainer als het net iets minder gaat, je wisselt hem altijd. Of is er een fysiek probleem? Dat weten we ook niet. Hè? Daar is niks over gezegd. Hè? Maar anderzijds denk ik ook wel dat voor Mbappé is het nog altijd wel zoiets van, je wilt wel de eerste zijn als jongen van Parijs om met PSG in de Champions League te winnen. Dus ik heb zoiets van, zet u dan misschien allemaal maar dat doel en spreekt af van, weet je, je gaat nu eenmaal weg. Maar wat je daarnet zei, klopt ook natuurlijk. Er zijn al jaren problemen, vaak met Mbappé, vaak met zijn entourage. Ja. Wes, die haalde het voorbeeld van Zlatan aan. Heb jij het gevoel dat de spelers, de absolute topspelers, dat die gewoon te veel macht hebben gekregen in het topvoetbal in Europa? Goh, dat ligt dubbel, want enerzijds, het draait altijd om de spelers. Dus ik heb liever dat de spelers te veel macht hebben dan dat mensen die niet kunnen voetballen te veel macht hebben. Maar dat is heel moeilijk om een balans te vinden. Ik denk dat je... Ja, bij Mbappé gaat het al zo ver als over beeldrechten eigenlijk. Dat PSG al niet meer mag kiezen in welk reclamespotje dat ze hem gebruiken. Dat hangt ervan af. Als je goed omkaderd bent, is dat goed om veel macht te hebben. Maar, daar is twijfel over bij Mbappé, die begeleid wordt door zijn mama. Daar is twijfel over. Hè? Ja, als je ziet hoeveel van zijn inkomsten dat hij geeft aan goede doelen en hoeveel dat hij wel bezig is met een goed imago te zijn voor de jeugd, heb ik zoiets van, op die manier is het misschien wel goed. Voor PSG zal het misschien minder goed zijn. De vraag is, hoe gaat dat bij Real pakken? Want bij PSG ben je de absolute ster, maar bij Real zijn er tien gasten die dat zichzelf de absolute ster vinden. Maar Wesley, om terug te keren naar jouw voorbeeld van daarnet. Als je altijd ja zegt op wensen van een speler, als je altijd meegaat in dat verhaal, ja, dan is het niet simpel om er nog autoriteit over te hebben. Dan is misschien wel nodig wat Luis Enrique doet hier. Ja, maar dan ben ik hij ook... is zelf ook superkoppig om dan dit te doen. Daar ben ik volledig mee eens. Daarom dat ik zei, ik denk dat die mannen wel samen zitten en proberen toch een plan te hebben te maken voor, kijk, Kylian, het is hier de bedoeling dat we Champions League winnen dit jaar. We gaan kampioen worden, zoals ik al zei. Maar dan hangt het natuurlijk heel veel af van de speler. Hoeveel wilt hem nog investeren om die Champions League te halen? En hij speelt misschien wat minder, maar het is ook maar een mens. En we weten ook niet altijd wat er van binnen bij hem aan de hand is of wat er in hem omgaat. Maar ik zal dat toch proberen. Ik geloof niet dat PSG zonder Mbappé de Champions League kan. En wat hij dan ook zegt, ja, volgend jaar gaan we nog beter zijn en gaan we beter zijn. Ja, dat zeggen ze al hoe lang al? PSG? Ja. Een jaar of tien? Ze zijn wel aan het werken aan een soort andere manier van werken. Hè? Met andere types, andere profielen. Niet meer de absolute vedette. Mm-hmm. Wie weet gaat dat dan wel renderen. Maar eerst deze campagne verder afwachten. Ja. Hij gaat normaal wel starten, denk ik, in San Sebastian. Dat zou iets zijn. Ja. Stel je voor dat hij op de bank zou zitten. Ze hebben 2-0 gewonnen. Ze kunnen het zich misschien wel permitteren. Nee, dat denk ik niet. Real Sociedad is niet goed bezig. Hè? Maar 1 van de laatste 9 matchen kunnen winnen. Dus het is niet dat we daar nog geloven in een ommekeer, denk ik. Ze scoren ook gewoon veel te moeilijk. In eigen competitie. Is het vaak gewoon
te weinig doelpunten. Ik denk dat hij een topschutter op dit moment 7 goals heeft. Op dit moment. Ja, dan is het al heel moeilijk om terug te komen tegen PSG. En ja. Ik denk als die ene keer scoren, is die match gespeeld. Ze verloren afgelopen weekend met 3-2 van Sevilla. Wat mij opviel, 7 basisspelers gespaard. Terwijl ze toch ook daar... ik moet even checken. Ze staan pas 7e, dus Europees voetbal afdwingen volgend seizoen is ook wel een doel. Ja, moeilijk. Dus ze geloven er blijkbaar wel nog op een of andere manier in. Anders spaar je toch geen 7 titularissen. Ja, ik denk dat dat de moeilijkheid is om te kiezen voor de competitie, voor de Champions League. Champions League, gaan ze niet winnen. Daarvoor zijn ze niet goed genoeg. Misschien denken ze, kunnen PSG nog kloppen in deze omstandigheden. Maar ik had net hetzelfde opgeschreven. Sinds eind januari 1 match gewonnen tegen Mallorca. Die dan ook nog met 10 gevallen waren. Scoren heel moeilijk. Ja. Ik heb dan dit weekend ook een stukje gezien van de match tegen Sevilla. Die speelde om 2 uur. En zaterdagmiddag speelde ook een speler van mij. Dus ik hoopte misschien dat die zou invallen. Dat is niet gebeurd. Maar ik heb wel opgeschreven, het kan een interessant duel worden. Omdat... Real Sociedad, dat is een heel vreemde ploeg. Maar als je in zo'n vorm verkeert... Voetballend deden ze redelijk goed mee in Parijs, maar 2-0 ophalen... Ze zijn geen killers, ze hebben geen killers. Maar het is wel zo'n typische Spaanse ploeg. Die zijn voetballend wel heel goed, dus wie weet... Als je eerst scoort, dan gaat er toch allemaal niet geloven. Maar dan denk je langs de andere kant, Gilles, als je zoveel ruimte laat en met een Mbappé, dan ben je gezien. Goed, we blijven nog even in Spanje. Woensdag is er Real Madrid in het eigen Bernabeu-stadion tegen RB Leipzig. De Madrilenen wonnen in Duitsland met 0-1. Belangrijkste fase daar in die wedstrijd. Openingsminuten, afgekeurde goal van Leipzig. Wij verstonden het ook niet. Hè. Ik denk dat Peter van den Bemt... wie was het? Lahoz gezien had, want die was ook aanwezig. Tegenwoordig, dat is de ex-scheidsrechter in Spanje. Die is tegenwoordig commentator voor de Spaanse tv. En die kon dat eigenlijk niet begrijpen, dat die goal is afgekeurd. Wij ook niet. Ja. Ik denk dat... wie was het? Lunin, die zelfs niet protesteerde, omdat die speler in zijn rug nog stond en wat contact was. Hendricks was dat. Ja, eigenlijk had gewoon die goal moeten toegekeurd... Ja, en los daarvan hadden ze nog een paar goede mogelijkheden. Hè. Die Benjamin Sesko had ook wel kunnen moeten scoren. En dan een klasseflits, Brahim Diaz. En is dat gewoon weer het métier van Real in de Champions League, dat ze dan toch nog gewoon winnen zonder groots te spelen? Ja, niet alleen Real. Ik denk als je kijkt naar alle spelers die dat daar rondlopen en de trainer die dat daar rondloopt, dat zijn allemaal mensen die het momentum zo goed begrijpen in de wedstrijd en weten op welk moment... dat zij moeten toeslaan. En dat is, een Diaz begint dat nu ook te hebben, maar je hebt daar Modric en Kroos rondlopen die eigenlijk al bijna bankzitters, bijna technische staf zelf zijn. En je hebt daar zoveel spelers die zoveel kwaliteit hebben. Ik ben het met Wesley eens dat dat misschien de enige match met 1 goalverschil is die eigenlijk al zo goed als beslist is. Het gaat toch nooit gebeuren dat Real gaat verliezen van Leipzig thuis? Dat kan ik me niet inbeelden. By the way, wij hebben ze zelf ook zien spelen, Nicola. Veel te veel kwaliteit om te verliezen van Leipzig. Ja. Openda speelde ook natuurlijk. Ja. Het was een moeilijkere wedstrijd voor hem tegen Real Madrid. Ja, ik had gedacht, als Real veel de bal heeft, kan hij met zijn snelheid zijn pijn doen. Wat hij tegen City ook gedaan had in de Champions League. Maar Real had beter zijn huiswerk gemaakt, denk ik, dan... en sindsdien, Luis, het is wat moeilijker. Hij zat ook op de bank dit weekend. Wel het verschil gemaakt als hij ingevallen is. Dat is dan wel positief en hopen dat hij speelt in Real. Dat is een zeer leuke en mooie ervaring. En misschien kan het ze pijn doen, maar daar vrees ik weer een beetje voor. Ja. Het is ook een mindere periode voor Leipzig sinds de winterstop. Ja. Ze zijn toch echt volledig uit de... Ja, vooral het begin van dit jaar was minder. Nu gaat het weer ietsje beter. Ze hebben de laatste 11 wedstrijden, of 10 wedstrijden was het, maar 3 keer gewonnen. Nu van het weekend hebben ze ook gewonnen, dus de 4e keer. Dat is eigenlijk net iets te weinig voor een ploeg. Ze mikken op de 4e plaats. Ze staan net achter Dortmund, dus dat gaat nog wel spannend blijven. Hoeveel goals dit seizoen op Penda? Weten jullie dat? Totaal? Alle competities? Was het 15 al in de competitie 17, of zoiets? Of 16? Hij zit aan 21, als je alles samen telt. Okay. Champions League en Bundesliga samen. Ja, dat is proper echt. Ja, maar dat is... nog niet genoeg, want Openda is bevriend met Paul-José Mpoku. En we hebben een reportage gemaakt over Openda. En Mpoku die heeft een challenge, een uitdaging voor Openda. Ik ga je iets anders laten zien. Ik denk dat er iemand is die je heel goed kent, die ook een klein message wil laten passeren. Dat zou je leuk vinden. Mijn challenge voor jou is echt om te proberen om... minimum 30 goals par saison. Et je sais quand on est capable, donc à très bientôt, peace and love. Forcément, il faut que j'aille chercher ces 30 buts ou plus. Et je sais que
Tu peux je peux le faire, j'ai cette confiance en moi. J'ai mes coéquipiers ici qui m'aident. Qui comptent sur moi, qui m'aident. Je suis dans un club qui m'aide à performer. Ja, tweede deel van de reportage met Openda is ook te zien deze week woensdag bij ons op tv. Een challenge, 30 doelpunten maken, Wesley. Jij als spits, dat is jou ook wel gelukt in het verleden. Hij zit aan 21. Is het nu nog haalbaar dit seizoen? Met hem kan alles twee zaken. Het is voor mij een opmerkelijke hoe hij zich ontpopt heeft tot topschutter. Want vroeger had hij heel veel nodig om een goal te maken. Dat is al één. Ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien, 2 jaar een stuk. Dat ik dacht van, Louis, hoe is het mogelijk als je zo snel bent? Maar je mist ook zoveel kansen. Nu, het enige probleem is, ik heb nooit zo snel geweest, dus ik kan dat niet, vertellen. En twee, doe die crocs weg, alstublieft. Ja, voor de mensen die alleen luisteren naar onze podcast. Zeker kijken. Openda draagt crocs, maar blijkbaar, Gilles, is dat iets wat shotters nu vaker doen? Ja, het zit comfortabel. Dus dat, hoe verkeerd. Dan... Jij hebt thuis ook een paar, ik zie het. Bekend, maat. Ja, dat kan wel eens zijn. Dat kan wel eens zijn, kom op. Ja, dat is iets typisch Congolees ook. Dat dat is goed. Goed, de volgende keer dan, Wes, voor ons. Misschien iets voor terugvluchten, Nico. We vinden wel een paar in München. Maar om terug te keren naar de wedstrijd. Gilles, Valencia-Real Madrid. Ja, het laatste fluitsignaal. Daar moeten we het ook even over hebben. Ja, het is zelfs 2 keer gebeurd. Het is bij de eerste helft, maar bij de tweede helft was het nog flagranter. Het was eigenlijk een voorzet van Diaz die, denk ik, wordt gegeven. En je ziet dat de scheidsrechter zijn fluit pakt om te fluiten wanneer de bal buiten de 16 vliegt. Maar dan wacht hij. En dan fluit hij toch net op het moment dat de voorzet wordt getrapt. Nog net voor de voorzet, vond ik. Eerste fluitsignaal. Ja, op tv vond ik dat je eigenlijk het signaal hoorde op het moment dat de voorzet werd getrapt. Ja, of dat er nu net ervoor of net erna is, dat is heel nauwkeurig. En Bellingham kopt hem binnen en dan is het afgekeurd. Het is vooral straf dat Bellingham dan ook nog rood kreeg. Ja, omdat hij nog te fors ging reageren, wat dat wel vaak in zich heeft. Ja, Bellingham. Ja. Ik dacht dat het de keeper was. Ik dacht ook dat het Lunin was die rood gekregen had. Ah, ik dacht Bellingham eigenlijk. Ja, het was Bellingham. Op de beelden leek alsof dat Lunin was. Ja. Hij heeft gezegd, it's a goal. Iets met 4 letters en zo. En dan nog ING erachter. Dat is hier reclame. Slag reclame. Real Madrid, oké, ze gaan niet in de problemen komen, maar... Toch een klein dipje of niet? Rayo gelijk gespeeld, Valencia gelijk gespeeld. 5-9, laatste 3 wedstrijden, sinds de heenmatch. Een dipje. Ze hebben wel de marge opgebouwd om zich dat te kunnen veroorloven. Ik denk dat Girona is nog altijd tweede boven Barcelona. Die hebben verloren dit weekend, Barcelona ook maar gelijk. Dus, ik denk dat 8 punten is met Girona en 9 met Barcelona. Denk ik. Ik heb gisteravond nog gekeken, maar Real gaat kampioen worden en gaat meedoen voor de Champions League, zo simpel is het. Ja. Gaan we Thibaut Courtois nog in actie zien in de Champions League? Zeker weten. Hij was in Genk gisteren. Ja. Hij heeft gezegd, ik heb nog 1,5 maand nodig. Om op topniveau te zijn, maar... Als Thibaut morgen in de goal staat, is hij al beter dan... Dan 90%. Ja, waarschijnlijk. Ja. Beter dan Lunin? Nee. Ja, zeker. Maar ja, dan kijken we ook wel uit naar hoe het afloopt met de duivels, hè, Gilles? Ja, dat wordt spannend. De vraag is, kost het meer dan fit te zijn om erbij te zitten? Dat gaat van 2 mensen afhangen op dit moment, hè. Ja. Een leuke discussie gehad. Ik mag daar niks over vragen. Ik denk dat twee mensen weten. Hè. Dat is een bondscoach en dat is Thibaut zelf. Ja. Dat weten we ook. Ik weet dat ook niet, dat die met elkaar al gesproken hebben. Maar zal het niet liggen. Nee, in juni zal hij klaar zijn. Beste keeper ter wereld, Nicolas. Dus ik zeg dat al jaren. Er is niemand die in zijn buurt komt. Dat is wat ik ervan denk. Ja. Oké, goed. Toch benieuwd naar Xavi Simons ook in Bernabeu. Dat is ook een heerlijke voetballer, vind ik. Amai, hoe die zich ontwikkeld toch, heeft. Die mogen ze toch houden bij PSG. Ik moet zeggen, ik heb hem ooit zien spelen. Ofwel was het in PSG tegen Club Brugge in de Youth League. Of op Roeselare zelfs nog, als ik mij niet vergis. Toen was hij al jonger dan Alder. Hè. Ja, dat is ongelooflijk hoe die zich ontwikkeld heeft. Echt top. Echt. Er is een plekje vrij bij PSG volgend seizoen. Laatste wedstrijd waar we het over hebben. Gaan we niet te veel woorden aan vuil maken, denk ik. Dat is Man City, dat thuis Kopenhagen ontvangt. Heenwedstrijd werd 1-3. Ik denk niet dat we nog een cent of een pond geven voor de Denen. Nog? Je gaat er wel veel mee verdienen met die cent, als het gebeurt. Ja, ik ging zeggen... Ze hebben gelijk gespeeld in Bayern. Maar ja, we weten, Bayern is niet het beste Bayern. Het is ook maar 1 punt en nu moeten ze 2 goals. Het was nog een laat doelpunt, waardoor het 1-3 werd. Maar ja, oké. Maar voor die wedstrijd begon, zou je toch nooit gezegd hebben van...
Kopenhagen maakt 1% kans. Ja. Toch nooit. De heematch, eerste Champions League minuten Gilles voor Kevin De Bruyne. Hij heeft zich wel meteen laten opmerken. Hè? Een goal en een assist. Ja, en niet alleen daar. Ik denk als je kijkt naar de hele evolutie dat er de laatste weken is aan het komen. Hij begint Haaland bijna blindelings te vinden. Ja, dat is het koningskoppel zoals ze worden genoemd in Manchester. En als die er echt zin in hebben, ja, dan gaan die ook minstens voor een finale plek gaan. Ik heb de wedstrijd gedaan, Luton-Man City. Ik weet niet of iemand die gedaan heeft. Ja, natuurlijk heb ik ze gezien. Ik heb ze gezien. Wat was dat? Wij zijn voetbalnerds, Nicolas. Ja. Vijf keer Haaland, tweede keer in zijn City-carrière dat lukt. En je wisselt. En je wisselt. En weer gewisseld. Wel een beetje later, denk ik. Ja, iets later. Dan ja. Tegen Leipzig. Ja. Zo was het. Ze hebben ook de Manchester Derby gewonnen. En 19 matchen op rij ongeslagen. Hoe sterk zijn ze op dit moment? Want Wesley is ervan overtuigd, ze worden ook nog kampioen. Ben jij dat ook? Ja, ik ook. Ik denk dat dat zo'n ploeg is die bij elk jaar, dat die zo rond november, december, begint iedereen te denken van oei, ze verliezen, ze spelen eens een keer gelijk. Maar die weten ook, ja, die zijn zo goed in fysiek bij te houden op welk moment dat die moeten gaan pieken. En dat is altijd tussen februari en mei, dan beginnen die jongens allemaal te pieken. Die weten ook allemaal dat er een EK aankomt, dus ze moeten niet zwaar in het rood gaan in december, januari. En op het moment dat de prijzen worden uitgedeeld, dan zullen zij erbij zijn. En ik denk, zowel in de Premier League, als in de Champions League gaan ze tot de allerlaatste dag meedoen. Die hebben zoveel kwaliteit aan de bal. Dat is bijna niet af te stoppen. Iedereen, hè, noem ze er allemaal op. Of dat nu Haaland, Bruyne, Bernardo Silva, Foden, hoe dat die aan het spelen is tegenwoordig, is niet normaal. Doku, oké, Grealish is nu weer wat geblesseerd, denk ik. Ja, veel weer geblesseerd. Maar als je ook nog Rodri, al die mannen die... Ze zitten een pakje voetbaltalent bij elkaar. Dat is echt... Ik zeg altijd, je kunt aan de bal zien hoe goed dat een ploeg is. Wel, die ploeg is exceptioneel. Ja. Mm-hmm. Doku, hadden we er meer van verwacht van de periode tot nu toe? Hij begon goed. Er was die match tegen Bournemouth met 4 assists. Ja. Een beetje een vals cadeau geweest, ook, denk ik. Ik denk dat daardoor iedereen het idee heeft gekregen van gaan nu elke match 4 assists zijn? Hoewel de cijfers wel... vrij hard zijn stilgevallen sindsdien. Maar ik denk dat een eerste seizoen bij een club... Ja, we hebben nu Openda besproken, die heeft echt een fenomenaal eerste seizoen. Maar je hebt nog altijd je aanpassingsperiode. Vroeger stond hij al bekend als iemand die heel blessuregevoelig was. Dit seizoen heeft hij 1 vrij lange blessure gehad, maar voor de rest is het altijd wel meegevallen. Dus ik denk dat het vooral is van kwestie van ingespeeld geraken in die ploeg. En op termijn gaat dat er wel uitkomen. Ik denk dat de vraag voor hem was van hoeveel zal ik hier kunnen spelen dit jaar in City. Ja. En ik denk dat dat al veel meer is dan dat hij had verwacht. En ook, dat is niet gemakkelijk. X aantal jaar geleden had hij gedacht ooit dat hij daar zou spelen. En zoveel in het eerste jaar en al belangrijk. Dus we zeggen, geef hem wat tijd. Dit eerste seizoen mogen we hem nog niet echt op afrekenen. Hè? Maar we hebben inderdaad verwachtingen gecreëerd, of die zijn gecreëerd door zijn goede begin. Ja, en hij is ook meer een speler van klasseflitsen. En ik denk op dit moment, bij City... Je speelt altijd... Iedereen speelt keilaag tegen City, dus je gaat altijd tegen 2 man komen. Ik denk dat in de match tegen Liverpool was denk ik het schoolvoorbeeld. Dat was Szoboszlai die een dubbele dekking ging doen op Doku. Dat zegt al meer dan genoeg over de kwaliteiten dat je hebt. Dus op het moment dat het misschien wel gaat nodig zijn in de Champions League, tegen de goede ploegen die iets hoger gaan, dan gaat hij tegen 1 man komen. En daar gaat hij misschien wel... Zijn waarde laten gelden. Wie weet kan dat nu al, hè, tegen Kopenhagen. Want ik denk, Doku zou wel kunnen spelen, maar Kevin De Bruyne heeft 2 wedstrijden op rij 90 minuten gespeeld. Ik denk dat ze die niet gaan gebruiken. Nee, ik denk het tegen Kopenhagen. Ik denk het ook niet. Als het niet moet, zullen ze het niet doen. Want komend weekend tegen Liverpool, hè? Ja, ik denk dat er wel zal geroteerd worden, vrees ik. Het zal ook goed zijn om iedereen fit te houden. Maar nogmaals, Nicola, als ze wisselen, het valt mee, hè. Dus nog altijd kwaliteit. Ja. Moet geen schrik hebben. En misschien toch nog een woordje inderdaad over Foden. Waarom is hij zo goed op dit moment? Beste speler in de Premier League, zei Guardiola, op dit moment. Ja, niet alleen in de Premier League, als je het mij vraagt. Niet alleen. Waarom is hij zo goed? Ja, omdat hij onaanvolgbare bewegingen heeft. Omdat hij... Ja, voor mij, als je linksvoetig bent, dan begin ik al je ogen beginnen al te blinken, je wordt al verliefd. Ja, inderdaad. Ja. Omdat dat soort spelers, dat vind je niet vaak. Ik heb hem ook nog zien spelen bij Manchester City 2. Dat was net hetzelfde. Dat was net die acties, de manier waarop dat hij... Maar je wordt ook meer ervaren. Je wordt nog sterker fysiek. Dus net, dat gaat met Doku ook zijn. Hè. Binnen 2 jaar gaan we zeggen, amai. Oh.
Ja. Amai. En dat is met Foden ook. En hij is enorm belangrijk ook voor zijn elftal op dit moment. Goed, een makkie dus voor Man City tegen Kopenhagen. dat gaat het worden, dat is het al. Onze tijd zit er alweer op. Het was een korte vooruitblik, jawel. Gilles, Milan, die spelen tegen wie nog Europees? Die speelt nog Europees. Ja, ja, maar als je een Europa League podcast doet, dan kom ik daar niet langs. Tegen wie moeten ze? Tegen Rennes hebben ze net gespeeld. Ja. Ik ben het ook even kwijt. Ja, ik volg alleen Champions League helaas. Kijk eens aan, hij heeft Milan laten vallen, dames en heren. Ja, zo gaat het. Wesley Sonck, Gilles, merci voor jullie komst hier. Morgen en woensdag, TV-uitzending, 7:15. Multilive, Champions League achterfinales. Wees welkom.